Vanmiddag werd op de Julianalaan het startschot gegeven voor de herinrichting van de straat. Naast de wethouders Koster en Van der Molen kwam ook Tweede Kamer-fractievoorzitter Sybrand van Haarsma-Buma even mee. Hij was vandaag op werkbezoek in de stad en vond het de moeite om bij het startschot aanwezig te zijn, omdat hij het kent van vroeger. Ik ken deze straat heel goed uit het verleden. Ik kom uit Friesland en we reden hier heel vaak vanuit Sneek als we naar het noorden moesten langs. Dit was de hoofdader. Nu is er de haak, maar het blijft een drukke straat. Maar het is wel het moment om hem nu echt veilig te maken. Dus het gaat niet alleen meer om de auto's die er doorheen rijden, maar ook om de schoolkinderen die de straat moeten oversteken. Vindt u dat in het algemeen dat de veiligheid op wegen verbeterd kan en moet worden? Nou zeker, je ziet het zeker op provinciale wegen. Je ziet het ook in de steden. Zodra het mogelijk is om zo'n straat veiliger te maken, moet je het ook echt doen. Omdat kinderen daar gebruik van maken, fietsers rijden hier langs. Dat is ontzettend belangrijk. Kinderen van de Sint-Paulusschool die aan de Julianalaan staat mochten helpen bij het startschot. En dat was voor de kinderen leuk en spannend tegelijk. We gaan zo meteen een steen eruit halen. En ja, en dan daarna krijgen we wat lekkers te eten. En te drinken. En dat is leuk? Ja. Ik vind het wel heel spannend en ook echt superleuk. Het is dus nog echt een complete verrassing. Ja. Hey, nu is hier meneer Van Haarsma-Buma van de Tweede Kamer. Kende je die al? Nou, niet echt. Vind je het leuk dat hij er is? Ja. En dat liet de fractievoorzitter van het CDA zich geen twee keer zeggen. Hij stelde zich direct aan de kinderen voor om daarna samen met hen en wethouder Koster de eerste stenen uit de parallelweg te halen. En zo is de herinrichting definitief begonnen. Doel van de herinrichting is het veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Ja, toevallig zit mijn stiefzoontje hier op school, dus die vertelt natuurlijk ook dagelijks hoe dat allemaal gaat. En ik breng hem geregeld en hij fietst ook wel zelf. Dus ja, ik hoor thuis ook regelmatig dat het hier best eng is om over te steken. Als de klas naar gymnastiek moet bijvoorbeeld, of als ze naar de tennisbaan of de ijshal fietsen met elkaar. Dus het is absoluut nog niet veilig genoeg. En de Van Loonstraat-tunnel heeft al wel een extra bijdrage geleverd aan het goed kunnen oversteken. Maar kinderen die aan de andere kant van de stad wonen maken daar geen gebruik van. Dus ja, het moet echt veiliger. En in welk opzicht moet hij dan veiliger? U gaat hem herinrichten, hoe gaat het er precies uitzien? Nou, bijvoorbeeld de manieren waarop het verkeer op en af de weg kan komen vanuit de zijstraten wordt anders. Een aantal mogelijkheden wordt ook afgesloten. Dat maakt het al een stuk veiliger, zodat je die kruising van verkeer niet meer hebt. En er komen gewoon speciale plekken waar voetgangers op een goede manier kunnen oversteken en fietsers. Verwacht wordt dat de herinrichting een half jaar gaat duren. De speeltuinen in Reduzem moeten weer veilig en speelbaar worden. Daarom heeft de speciale speeltuincommissie de hulp ingeroepen van de dorpsbewoners. De bedoeling is om komende zaterdag een klusochtend te houden om alle toestellen en de omgeving weer op te knappen en te controleren. Wie mee wil helpen moet daarvoor wel op tijd opstaan op zijn vrije zaterdag, want de klussers worden al om 8:30 ochtends verwacht. Het havenhuis in Grouw. Maandenlang is er hard gewerkt aan zowel de afbraak van het oude pand als de bouw van het nieuwe havenhuis. Komende zaterdag moet het gebouw klaar zijn voor de opening van het watersportseizoen. En dus is het nog even flink aanpoten, want met nog maar een paar dagen te gaan is het alle hens aan dek. We hebben zelf aan het weekend doorgewerkt om de kunststofvloeren erin te krijgen. En dat moet dan weer uitharden en drogen uiteraard. Dus we zijn nu op het moment dat het sanitair gemonteerd kan worden deze week. Afmontage plus de sanitaire wanden. Nou, en de laatste puntjes op de i van alle partijen, schilders, installateurs en natuurlijk de aannemer. In het gebouw komt het havenkantoor van de havenmeester en het watersportcentrum Anja. Eerder gaf de huidige havenmeester al aan dat het gebouw beter met het vooraanzicht richting het water gebouwd had kunnen worden. Maar dat ziet de aannemer anders. Nou, je moet zo'n gebouw natuurlijk van meerdere kanten kunnen bekijken. En omdat het toch ook weer een nauwe locatie is, is ervoor gekozen om daar de erfscheiding weg te halen. Zodat het meer één eenheid wordt met de locatie T-huis en het havengebouw. En daardoor ontstaat er een groter plein voor zowel beide partijen natuurlijk, zowel voor het havengebouw als voor T-huis. Een belangrijk detail is het tankstation bij het havenhuis. Die is op dit moment nog niet klaar en dus moeten schippers elders met hun boot gaan tanken. Maar volgens de aannemer is ook dat probleem komend weekend opgelost.
De boten kunnen hier vanaf zaterdag weer tanken.